De allereerste uitzending van het Filosofisch Quintet, het programma waarin luisteren minstens zo belangrijk is als spreken, was voor ons een hele bijzondere. Natuurlijk omdat het de eerste was, maar ook omdat er ongeveer alles misging wat er mis kon gaan. Opeens was die prachtige ovale tafel verdwenen, Foetsie, verschwoende. Tot een paar minuten voor opname het ding weer boven water kwam. Nou, dat was een hele opluchting. Over veiligheid kwamen ontzettend veel reacties binnen. En een van de allerinteressantste was van Pim Lemmens. Pim Lemmens die vroeg zich af hoe het toch in godsnaam kon dat onze veiligheid objectief enorm toeneemt, terwijl tegelijkertijd ons gevoel voor veiligheid heel erg afneemt. Onverklaarbaar. Dat vinden we ook, Pim. Dank voor je reactie. De vraag die wij heel erg graag willen stellen aan iedereen is: veiligheid. Wat is dat eigenlijk?